Hallo, hallo. Welkom bij Wees Crypto, 8 november 2018. Een zak met vuilnis begon te bewegen. Wat erin zat, veranderde zijn familie voor altijd. Met daarboven de titel: Dit ben ik als de beermarkt eindelijk voorbij is. En ik weet niet of jij je ook zo voelt, maar we zijn wel allemaal toe aan wat positief, hè? En er komt natuurlijk wel wat leven in de markt, hè? Want Bitcoin hier heeft natuurlijk die trendlijn op alle beurzen inmiddels wel doorbroken. En bevindt zich nu, als we wat verder inzoomen, op een plekje van, nou, we gaan eens even kijken weer, even terug. Als jij een koper bent van Bitcoin, dan wil je even weten, is er nog wel voldoende support voor verdere groei. Hè? En dat doet een prijs om even weer om te vallen en even deze zone waar heel veel prijsactie in het verleden heeft plaatsgevonden, even weer uit te proberen of daar Bitcoin weer opgekocht wordt. Hè? Of daar voldoende liquiditeit is om vanaf daar weer verder naar boven te kunnen groeien. En naar boven groeien, als we dit hebben getest en we komen hier weer bovenuit, nou, dan zit hier rondom die 6800. Deze staat niet helemaal mooi. En rondom die 6800 zit de volgende weerstand. Hè? Dus het zou een mooie groei kunnen doorgeven verder november in. Maar natuurlijk is het nog niet zo ver. En natuurlijk is dit volume nog allemaal niet zo hoogdravend. Hè? Het zijn voornamelijk nog mensen, jij en ik, die er al in zitten. Die het geld een beetje opnieuw aan het rondpompen zijn. En er is nog niet een massale nieuwe ja, entree van allerlei nieuwe. Ik ga er helemaal van stotteren, maar dat komt omdat ik twee dingen tegelijk aan het doen ben ook. Van allerlei nieuwe kopers. Nou, je zou dit natuurlijk ook kunnen typeren. Het is een rising channel. En ja, dat zou natuurlijk ook weer wat naar beneden kunnen gaan vallen. Dat heb je met die rising channels. Ja, we zullen zien. De tijd zal het leren. Ethereum heeft ook wat te sporen gekregen. Of dat nou is door wat Vitalik Buterin heeft verteld over de nabije ontwikkelingen op de Ethereum-blockchain. Of dat het gewoon het moment op dit moment is. En dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Ethereum is ook mooi omhoog gegroeid. Vanaf $191 naar $222 is hier omgekandeld. En dan trek je altijd een Fibonacci om te kijken van waar zou de prijs nu steun kunnen ondervinden. Nou, op 38,2% zou heel bullish zijn als we vanaf hier verder groeien. En heel veel kopers zullen zitten wachten op de 50%. Hè, dus het is een prijs van $207. Of de guldensnede nog mooier op $203. Alles daarboven mag je nog zien als een uptrend die in stand gehouden wordt bij Ethereum. En kijk je op een hoge timeframe, dan zit daar. Werk eens even mee. En dan zou je kunnen kijken. Heel basic van, nou, hier zit wat prijshistorie, daar zit weerstand, helpt die 230 ongeveer. En nou, ook hier zit prijsweerstand. Het is natuurlijk wat los uit de pols, hè. Anderen kunnen dat veel nauwkeuriger vaststellen, maar dit is rond de 300. Mooi getal natuurlijk, hè. Dat werkt psychologisch ook mee. En ja, vervolgens zit er een behoorlijke rit naar boven toch, hè. Want dan, ja, dit is meer een zone. Waarbij Ethereum weerstand gaat ondervinden. Hè. Dus met name dit gebied komen we naar boven, maken we een retest en weer naar boven. Nou, dan verwacht ik een behoorlijke prijsstijging van Ethereum, maar zover is het nog langer niet. VeChain is uit deze falling wedge gebroken, maar is eventjes weer teruggevallen. Ook onder deze 61,8 Fibonacci, hè, de gulden snede, heeft hier wel een retest gehad van de falling wedge. En die retest die is positief uitgepakt weer naar boven toe. En op dit moment is het nog wat twijfelend van wat gaan we doen. Maar in principe zo'n retest zou vertrouwen moeten gaan geven dat VeChain behoorlijk naar boven kan groeien. Waarbij dit dan de eerste echte grote weerstand is. En dit is natuurlijk ook wel eentje hoor. Maar de weg ligt behoorlijk vrij naar die 272 Satoshi dan. Nou, dat zou toch mooi zijn. Ook hier geldt natuurlijk, zover is het nog langer niet. Links ziet er ook heel gunstig uit, heeft een mooie opgaande trendlijn gevonden en is ook vannacht weer een stukje mooi omhoog geschoten. En sowieso als je link kijkt over de afgelopen periode, dan is dit een van de sterkere munten geweest in de bearmarkt. Want let wel, hier zitten we
augustus op het dieptepunt. En sindsdien zijn we alleen maar higher lows gaan maken. En higher highs. Ja, even kijken. Ja, Icon is een beetje zorgenkindje. Hè? Deze trendlijn hangt hier nu een beetje zo onder. Hij moet niet, als je gaat kijken naar deze, is de vorige higher low geweest. Nou, als we daar echt onder komen, onder die 923, even op de kaart kijken. De low was op 932. Nou, dan van deze, dan mag je zorgen gaan maken, want dan gaat ICX toch een negatieve spiraal in, zou je zeggen. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat het zo ver komt, omdat de hele markt toch wat aan het opleven is. En NIO zit in een soort van kanaal. Ik kan me voorstellen dat we hier support gaan vinden weer naar boven. Dat doe ik eigenlijk anders nooit, hè, al die munten doornemen. Wordt er geen gewoonte verder, maar in vogelvlucht toch eventjes een aantal bekijken. Walton Chain, mijn video's worden er ook veel te lang van. En bovendien kunnen anderen veel beter technische analyses geven dan ik zelf kan, hoor. Hier ontstaat zo'n Adam en Eve patroon. Hè. Hier heb je de Adam en dit is de Eve. Die Eve die zou dus een reikwijdte naar deze zone gaan geven. Ik zet hem toch even liever hier neer, hè, bij de top van de Adam, zou je kunnen zeggen. Al weet ik niet, wat wil ik nou zeggen? Nou, ik raak de kluts kwijt. En de vraag is nu, gaat Walton Chain, een hele populaire munt in Korea, daar staat hij vrij bovenaan steeds rondom de volumes op Koreaanse beurzen. En gaat Walton nu ook hier doorzetten? En wat dat betreft zit de prijsactie nu op een cruciaal punt, want Walton Chain zit behoorlijk nabij deze gulden snede, die 61,8. En ook hier als we er doorheen breken, ja, dat is natuurlijk niet gunstig voor het bullische momentum die tot stand komen van die Adam en Eve. En dat zou een break van de trend gaan kunnen betekenen. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Hè. En ook Walton Chain heeft natuurlijk het momentum wel mee. Het is even wachten op het oppikken van het volume hier. Ja, de RSI die mag natuurlijk ook nog een mooie sprong gaan maken. Ik ga hier even bij laten, behalve dan nog even naar Bitcoin Cash kijken. Bitcoin is dit, dit is Bitcoin Cash. Altijd leuk om Bitcoin Cash voor de gek te houden, want ik ga er niet opnieuw weer over fulmineren, maar Roger Ver die pakt het marketing technisch misschien wel heel fanatiek aan, maar niet altijd even kies ten opzichte van Bitcoin. En daar wil ik het eventjes bij laten. Bitcoin, wat heb ik hier nou? Kom eens terug. Dit had ik eigenlijk willen laten zien. Ja, er is natuurlijk een hard fork aanstaande voor Bitcoin Cash op 15 november. En in aanloop daartoe, want dat is wat prijsactie natuurlijk kan motiveren naar boven toe. In aanloop daarnaartoe hebben heel veel mensen al Bitcoin Cash gekocht, omdat ze willen profiteren van die extra munt die hier gaat komen op dit moment in de tijd. En ik wil het nogmaals niet. Gaat hij weer dit doen? Ik wil niet te lang stilstaan bij Bitcoin Cash. Dus ik wil het even heel kort gewoon. Hè, je hebt Bitcoin Cash is de afsplitsing geweest van Bitcoin in juli vorig jaar. Er zijn daarna nog veel andere afsplitsingen geweest. Hè. Bitcoin Unlimited, Bitcoin Flauwekul, Bitcoin Bullshit. Nou, er zijn heel veel zijn er geweest. Bitcoin Cash was de eerste daarvan. En het had mee te maken dat ze grotere bloks aan de blockchain wilden gaan hangen, waardoor er meer transacties in een blok konden en op die manier het netwerk efficiënter zou gaan lopen. Inmiddels is er een bepaalde oneenigheid over binnen de Bitcoin Cash gemeenschap. En wat daarbij oneenigheid is, als je er samen niet uitkomt, dan kun je heel eenvoudig de broncode nemen en daarmee aan de haal gaan en je eigen munt verder gaan ontwikkelen. Wat daarbij wel essentieel is, is dat je gesteund wordt door de miners. Hè? Want de miners die geven de hashpower, die geven de rekenkracht, de proof of work, om een netwerk stabiel en veilig te hebben. En natuurlijk zijn die miners ook weer geïnteresseerd natuurlijk in hoeveel ze ermee gaan verdienen. En
Daar gaat het natuurlijk ook weer om hoeveel mensen de munten gaan kopen en gaan geloven in de koers die in een bepaalde richting is gaan varen. En nu gaat het eigenlijk om twee mining teams die anders denken over de toekomst van Bitcoin Cash. Anderen willen naar Satoshi's original vision. Ik word er zo moe van die dingen. Want meer naar wat Satoshi bedoeld had 10 jaar geleden in zijn whitepaper. Daar moeten we meer de oren naar gaan hangen. De maatschappij ontwikkelt zich, blockchains ontwikkelen zich, ideeën ontwikkelen zich. En als we ons gaan vasthouden aan een boek of aan een whitepaper wat lang geleden geschreven is. Ik maak even een zijdelingse sneer naar religie. Ik krijg vast weer van alles op mijn dak hier. Bij de reacties. Doe dat maar alsjeblieft niet. Ik heb er geen zin in, mensen. Maar als je daar denkt dat het op de dag van vandaag nog steeds van toepassing is, dan, dan werk je niet organisch. Hè? En je houdt de evolutie tegen. Ja, de evolutie van blockchain technologie in dit geval. Hè? Goed, je hoort mijn mening tussen de woorden door Bitcoin Cash. Flauwekul allemaal. Hè? En als je er rijk van wilde worden, van deze op handen zijnde, splitsing, dan is het nu bijna te laat, zou ik willen zeggen. Want ja, de koers kan nog wel verder omhoog, maar je risico is wel een stuk hoger geworden. Hier had je moeten inkopen natuurlijk. En als je, als je dat hebt gedaan ingekocht en je komt dichter bij deze grens, ja, hier krijg je twee munten. Hè? Je Bitcoin Cash plus die Bitcoin van die Bitcoin Cash afsplitsing. Ik weet even niet hoe die heet, ik ga er ook geen aandacht aan besteden verder. Maar die afsplitsing, twee munten, ja wat gaat daar gebeuren? Daarna gaat de koers naar beneden vallen, dat kan ik op een briefje geven. En voor een goede ook, wie weet komen we terug op dit prijspeil. Nee, dus je zou kunnen zeggen van, nou ik ga hier al op 13 of 14 of 12, ga ik mijn Bitcoin Cash verkopen. En ik neem de winst die ik heb genomen vanaf hier en ik laat die splitsing even zitten, hè, die extra gratis munt. Of je zegt, nou... 1 en 1 is 2. De waarde van die nieuwe munt plus de oude munt is altijd nog hoger dan wanneer ik hem hier verkocht zou hebben. Ja, dat is een gokje natuurlijk, mensen. Dat is een gokje, niemand die het weet. Genoeg over Bitcoin Cash. En het komende half jaar zul je er ook niet meer over horen. Ik zou met jullie een aantal oudere munten gaan bekijken. En eentje die ik vroeger heb gepromoot is Sophia TX. En gezegd is, ik val Sophia TX nog altijd niet af hoor. Ik maak me alleen een beetje zorgen. Als je exact wil weten trouwens wat de fundamentals zijn voor Sophia X, dan raad ik je aan om eventjes naar een eerdere video van mij daarover te kijken. Sophia TX wil in ieder geval een verbinding maken met SAP. En SAP is een heel veel gebruikt software systeem, waar heel veel ondernemingen op draaien. En zeg maar de verbinding tussen de blockchain-wereld en de buitenwereld. Waar heb je dat eerder gehoord? Hè? Waarmee ik wil zeggen, er zitten andere, zijn inmiddels andere stromingen gaande, andere concurrenten. En ook van SAP zelf, want ook SAP zelf heeft zich toegelegd op de brug bouwen naar blockchain-technologie. Nou, dat gezegd hebbende, dat zijn zorgen voor mij bij het Sophia TX project, zijn ze nog wel volop in ontwikkeling. En hebben ze in een update van 6 november, zet ze uiteen hoe zij zich richten op dit moment op drie specifieke markten. Automobielindustrie, de bouw, ik zie niet voor me hoe, maar goed. En de farmaceutische industrie voor het implementeren van hun blockchain naar de huidige ERP, CRM en SCM systemen. Waar ik geen kaas van heb gegeten, mensen, maar ik noem ze wel. En de de focus ligt op de automobielindustrie. Want daar hebben ze mogelijk de grootste impact. Nou, 3,5 triljoen, ik geloof het wel. Ze hebben een aantal potentiële cliënten. Althans, daar hebben ze contacten mee gelegd. En ze zijn aan het kijken hoe ze met name het supply chain management, hè, dat is iets waar VeChain bijvoorbeeld ook zich in bevindt, hoe ze dat verder kunnen stroomlijnen en hoe zij voor dergelijke industrieën op transparantie, het achterhalen van waar iets zich bevindt en hoe ermee om is gegaan, het reduceren van de kosten. Nou ja, jullie kunnen het zelf denk ik ook wel grotendeels lezen. Dat zijn een aantal zaken waarmee
zij van meerwaarde denken te gaan zijn voor dergelijke ondernemingen. En ja, je weet natuurlijk ook wel, als je ondernemingen daadwerkelijk ervan overtuigd zijn dat ze de kosten drastisch kunnen verminderen met de implementatie van Sofia TX, dan zullen ze dat echt niet laten. Kortom, ik heb nog altijd vertrouwen in Sofia TX. Alleen er zijn concurrenten op de markt. Maar ja, dat geldt ook voor andere blockchain-technologieën. En niemand zegt dat het een niet zonder het ander kan bestaan. Hè? Je hebt in de wereld heb je natuurlijk ook tal van ondernemingen die dezelfde producten verkopen of diensten verlenen. En die kunnen prima naast elkaar bestaan. Misschien in verschillende markten op verschillende gebieden op de wereld. Cash, ja, cash. Die heb ik behoorlijk getipt, hè? Want cash was de munt die je moest hebben. En ik heb het nog altijd cash in mijn portfolio. Ik heb cash wel verminderd in mijn portfolio. Maar dat had ook alles te maken met de beermarkt die maar door en door bleef lopen. Nou, wat ze hier ook zelf aangeven, is dat niet alles heeft uitgepakt tot nu toe zoals ze dat voor ogen hadden. Ze zijn met 300 mensen heel fanatiek aan het werk om het Liquid platform, wat feitelijk het platform is waar Cash dan de munt van is, om dat van de grond te krijgen. Nou, Liquid loopt inmiddels ook, hè. Het is ook het samengaan van twee andere platforms, hè, van Ki. Oh jee, gaan we deze kant op met deze video? Cryptos en Coinex. Q, hè? Met een Q, ja. Goed. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad. En waar ze vooral ook mee te maken hebben, is het voldoen aan alle wettelijke regelgeving. En dat moet je natuurlijk landen overstijgend zien. En dat maakt, kan ik me ook heel goed voorstellen, het allemaal heel ingewikkeld om zo'n wereldboek tot stand te krijgen. Wat al die beurzen met elkaar gaat verenigen en die hele grote mate van liquiditeit gaat bewerkstelligen. Hè, wat institutionele spelers ook goed aan boord kan helpen. Maar ja, vooralsnog, het gaat met horten en stoten. Cash bestaat er pas 1 jaar. En dat wil ik sowieso meegeven aan iedereen die mij wel eens benadert van, oh, dit project, het is helemaal niks geworden. Het is allemaal. He, zet het bij het oud vuil. Maar we moeten mensen ook de tijd geven. Want we hebben het hier over een nieuwe opkomende technologie. Die moet gaan werken in een wereld die daar nog niet gewend is mee te werken. En het vergt nogal wat aan ontwikkelingen. Niet alleen op het gebied van techniek. Maar ook op de juridische aspecten. En ook op het afstemmen van die verschillende systemen op elkaar. In die zin dus vraag ik ook voor cash gewoon geduld. Nou ja, ze hebben hier een aantal, wat ze wel bereikt hebben, is ze hebben natuurlijk het Worldbook al wel al operationeel, alleen het is nog niet, al die beurzen zijn nog niet met hun liquiditeit aan elkaar gelinkt. Ze hebben een aantal stablecoins erop gekregen, de Gemini dollar en even kwijt wat deze ook weer was met die C. En dat is natuurlijk erg belangrijk. Ze willen er ook eentje voor Japan krijgen, want deze zijn blijkbaar niet bruikbaar binnen de Japanse jurisdictie. En bla bla bla. Nou ja, eerst de fiat pair richting de euro met elektronium. Waarom elektronium? Ik heb geen flauw idee, mensen. In ieder geval, ze zijn nog volop in ontwikkeling. En creditcard, met creditcard op Liquid zaken kunnen kopen, cryptos kunnen kopen. Dat staat nog dit jaar op de planning. En we moeten denk ik wat geduld hebben bij Cash. En ja, het is niet zeker dat het dadelijk inderdaad gaat worden wat in de whitepaper beloofd was. Want wie weet zijn er dadelijk toch onoverkomelijke barrières. Maar ja, nogmaals, dat geldt voor menig ander crypto ook. Dan hebben we nog Snovio. Snovio, ik weet niet of je die nog herinnert. Mensen die mij al langer volgen, wellicht wel. Snovio is een lead marketing product waarbij ondernemingen die op zoek zijn naar mogelijke cliënten, hè, naar een doelgroep, heel goed kunnen filteren van nou, dit en dit en dit zoeken wij voor een doelgroep. En daar zoeken we dan mensen voor die wij kunnen aanschrijven, mailen bijvoorbeeld, hè, met name mailen. Om op die manier cliënten te werven. En die cliënten kunnen via Snovio dat vrijwillig dus toestaan, mits ze daarvoor betaald gaan worden in Ether of in SNOV. Hè, SNOV, dat is de ticker van Snovio.
Maar ja, kijk, is dit artikel 4 maanden geleden. Laatst dat Synovio nieuws op hun blog heeft geplaatst. En daarbij ging het dus om de realisatie van dat social networking platform. Dat is zeg maar de koppeling tussen bedrijven, die bedrijven bij de klanten met elkaar verbindt. Jij kunt je ook opgeven op dat platform en gegevens overhandigen en daar dus een bedrag voor vragen, mits bedrijven toegang willen krijgen tot die gegevens van jou. En dit is Snowvio Labs. Nee, dat is echt gericht op de bedrijven zelf. Je hebt de e-mail verifier, omdat heel veel bedrijven tal van dode linkjes hebben, dode sporen naar mensen toe. En op deze manier kunnen zij het kaf van het koren scheiden en goed werkende e-mails overhouden. Ja, dit is ook een ontwikkeling op het Snowvio-platform. Ja, wat me wel zorgen baart, is dat de communicatie 4 maanden terug een beetje is stilgevallen. En nee, die bedoel ik niet. Wiep, 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 wiep. CoinMarketCap. Kijk, en dit, ja, wat is dit, hè? Dit noemen ze toch een dode egel langs de kant van de weg of zo. Maar we hopen er weer leven in te porren, want ik had behoorlijk centje op een gegeven moment met Snowvio. Ik had Snowvio in de ICO gekocht. En ik was hier natuurlijk de gelukkigste man op de wereld eventjes, maar ik heb niks verkocht gehad. Nee, ja, dat is een fout, ik weet het, ik weet het. Hey, denk jullie doen ook niet alles goed, hè? En dan hadden we ook nog, of wel, hadden jullie wel alles goed? Moeten jullie video's opnemen, dan ga ik jullie volgen. Gaan we de rol omdraaien. Cash had ik ook nog even willen laten zien. Kijk, maar ja, dit is natuurlijk ook een beetje des beermarkt eigens, hè? Ook cash is hier al een hele poos een platte lijn. En waar sommige andere munten al wat tekenen van leven vertonen. Nou ja, bij cash is dat nog niet zo. Maar wat hadden we nog meer net? Sofia TX, SPHTX. Ja, dan kijk ik tussendoor steeds even erbij willen laten zien. Maar ja, dat vergeet ik dan weer. En je kunt het eigenlijk zelf ook bekijken, hè? Ook hier de dode wasbeer langs de weg. Of egel, zei ik net, hè. Ik heb hier ook nog de top 10 van trading foutjes om te maken. Maar ja, dan wordt deze video denk ik zo lang. Dus ik denk dat ik dit item nog even ga parkeren. Maar die komt dan zeer binnenkort nog voorbij. En dan laten we het eventjes bij wat onze vriend. Vriend, hè? Kijk de Netflix-documentaire maar eens en besluit daarna of je hem wel of niet je vriend wilt noemen. Of onze vriend, wat hij gedaan heeft. John McAfee, jullie kennen hem, hè? Het is toch ook een rare pias, hè? Oh. Hij is al 71 of zo, meen ik. Skycoin op zijn rug getatoeëerd. Nou, Skycoin, dubieuze munt. Ik heb Skycoin gehad in het verleden, een jaartje terug. Maar het heeft daar het een en ander gerommeld. Ik ga er verder niet te diep op in. Maar ik zou Skycoin dus echt een shitcoin noemen. En hij zet hem daar gewoon hartstikke midden op zijn rug neer. En zit nu Skycoin te promoten. Nou, ja, hij moet het zelf maar weten, hè? Ik laat jullie even achter bij deze video hoe Bitcoin massa-adoptie uiteindelijk tot stand zal komen. Ja, en het wiebelt, het schudt en het babbelt en het wiebelt en het wengelt, ik weet het. Oh, wat schudt dit. Dus de eerste was Satoshi Nakamoto, hè? How he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out, you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not two nuts. Three is a crowd, and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader.
Everyone needs to see the followers, because new followers emulate the followers, not the leader. Now here come two more people, then three more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. So let's recap what we've learned. If you are a version of the shirtless dancing guy, all alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals, making everything clearly about the movement, not you. Be public, be easy to follow. But the biggest lesson here, did you catch it? Leadership is over-glorified. Yes, it started with the shirtless guy, and he'll get all the credit, but you saw what really happened. Nou, graag zou ik de betreffende cameraman of vrouw willen neerschieten, hè, voor hoe die gefilmd heeft, maar ik vond het wel een hele mooie metafoor voor hoe Bitcoin massa-adoptie werkt. En hoe eigenlijk alles werkt wat ergens ontstaat in een zaadje en gaat weg. Nou ja, hè, je weet het wel. Goed, dat was het voor deze keer. Let goed op je portfolio, mensen. En tot de volgende keer. Doei!